van de vlog. Welkom in deze nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en het wordt vandaag 23 graden, dus dat is extra leuk. De dag is eigenlijk al keigoed begonnen. Ik moet vandaag gewoon thuiswerken. As usual, heel druk zoals jullie weten, altijd met de quizzen en weer en zo, maar we fixen dat, komt goed. Maar dit is wel een extra speciale vlog, want ik mag dit weekend naar M&M. Ik mag terug naar de VRT. Super tof. Ik weet wel nog niet goed hoe het gaat zijn, want het is een programma dat ik nog nooit gepresenteerd heb. Maar het gaat sowieso leuk zijn, weet ik nu wel. En ik neem jullie uiteraard weer de hele tijd mee. Het is half 1, het is mooi weer. Dus mama en ik gaan buiten eten. Ik hoop dat mama de tafel al heeft gezet. En dan gaan we genieten van een lunchje. Het werk zit erop vandaag, het weekend is begonnen, dus de mama en ik zijn even onderweg naar de bank. Want we gaan daar geld afhalen eigenlijk, dat is het enige dat je doet bij een bank tegenwoordig. En dan gaan we daarna aan de avond beginnen. Een paar vlogs geleden hebben we een poster opgehangen, maar we vonden dat eigenlijk toen nog een beetje te weinig, die ene poster. Dus we hebben er nog één besteld en die is aangekomen. Hij ligt over hier, dus we gaan hem nu even ophangen en een mooie plaats zoeken. We hebben ons omgekleed, want we gaan de dag afsluiten in de jacuzzi. Het is kei mooi weer nog, dus we gaan ons laten gaan. Goedemorgen vrienden, het is vandaag zaterdag. Grote dag vandaag, want ik mag naar M&M, ik mag gaan presenteren. Ik heb mij dus alleen maar klaargemaakt, ready to go. Ik ga eerst nog wel even brunchen met de mama, dus we gaan even al wat eten, want ik kan vanmiddag niet eten. Dus we gaan nu al eten voor de morgen en de middag samen. En dan kan ik daarna vertrekken en mijn zakje maken. Alright vrienden, het gaat gaan gebeuren. We hebben juist gegeten. Ik heb al mijn spullen gepakt, dus ik ben klaar om nu te vertrekken naar de VRT. Ik ga de auto in en we zijn weg. Ja, zoals jullie kunnen zien ben ik aangekomen op de VRT, helemaal heel huids. Ik ga nu mijn bureau ontsmetten en dan kunnen we hopelijk beginnen voorbereiden. Alright, voilà, ik heb juist gewisseld met Sen, dus we zijn eraan begonnen. Hè. Hier is de studio en voilà, ik ga wat plaatjes draaien nu. Hè. De show zit erop. Ik heb 4 uur gepresenteerd. Het was echt een hele toffe show, hele toffe bellers. En dan ga ik nu met de auto terug naar huis rijden. Ik ben terug thuis geraakt en nu gaan we thuis mamadag al vieren, dus moederdag is morgen. We gaan dat nu al vieren met een fondue en vanavond ook een dessertje. En dan gaan we daarna kijken naar de Eurostream, zodat Eurovision Songfestival online. Dus ik ben nu al klaar voor de avond. Alright, we hebben juist de fondue gegeten. Was kei gezellig, een klein beetje een quarantaineparty, altijd goed. We zijn nu aan het wachten op de Eurostream voor het Eurovisie Songfestival online. En dan hopen dat we misschien toch wel winnen. Hè? Hey vrienden, goedemorgen. Het is zondag vandaag en het is een feestdag. Wat is vandaag moederdag, mamadag? Dat gaan we zoiets vieren met de mama. Het is altijd superleuk en ik heb cadeautjes gekocht, dus dat is nog extra leuk. En ik moet vandaag ook naar M&M, dus ik moet voor de laatste keer gaan presenteren dit weekend, wat wel superleuk is. Kijk er heel hard naar uit nog. Dus ik ga nu beginnen met de pakjes in te pakken en dan ga ik daarna even eten met de mama. Alright vrienden, ik ben aangekomen op de VRT. We gaan nu naar boven. Ik ga alles ontsmetten en dan kan ik beginnen voorbereiden voor mijn programma. En ik ga ook nog even koffie halen, want dat is een klein geluksje hier op de VRT. Heel goede koffie. Hola vrienden, we zijn eraan begonnen. De laatste 4 uur presenteren voor deze week en waarschijnlijk in lange tijd tot aan de zomer. Dus here we go, kijk er naar uit. Beetje shaken hè. Voilà, het zit erop. Ik heb 4 uur gepresenteerd, was super leuk. En nu zit ik in de auto om terug naar huis te rijden en terug een paar weken vanuit mijn kot te werken. Ik ga daarna gewoon thuis eten, hoop ik. En dan een klein beetje chillen. Toch nog genieten van de zondag. Hey, welkom in week 9. Het is vandaag maandag en ik zit al achter mijn bureau, want ik moet vandaag gewoon terug werken voor Karawiet. Dus we gaan zo'n beetje onderwerpen beginnen, zoeken, videocallen en dan kunnen we er voor vandaag aan beginnen. Pauze bij Karawiet. Ik moet zometeen alleen de showies nog opknippen, dus we gaan nu even wandelen als pauze met de mama over hier. We gaan nu even snel naar de winkel, maar het is wel door de wind, door de regen, want het is volgens mij windkracht 10 of zo. Crazy! Voilà vrienden!
van de dag die zit erop. Ik heb net gedaan mijn werk, ik heb ook net gegeten. Dus ik ga nu nog even douchen. En dan ga ik daarna voetjes omhoog, een beetje niks doen, een beetje chillen met de kleine babe hier achter mij. Dus ik ga de vlog hier voor vandaag ook afsluiten. Dus merci dat je erbij was. Blijf nog even in je kot, het zit er bijna op. En tot de volgende keer. Hè. Bye bye!